Zeg je Keukenhof, dan zeg je naast bloemen natuurlijk ook toeristen. Ze zijn weer overal vandaan gekomen. I'm from Greece. I'm from France. From Austria. Taiwan. The United States of America. Israel. Lissebroek, Nederland. Door het zachte weer is er al veel kleur in het park te zien. En wat doe je dan als je in Keukenhof bent? Inderdaad, foto's schieten. It's amazing here. Everything is so beautiful and they smell so good. I'm really glad I came. We just feel so lucky to be here on opening day because everything is so beautiful. The flowers and all the different colors and the varieties. So far it's just gorgeous. Ik ben ook enorm verrast dat het zo druk is al de eerste dag. Ja, het weer is alleen iets minder, hè? Ja, warm aankleden en er zijn ook veel dingen binnen, dus nee, het komt wel goed. Het is helemaal leuk. Het is het 75e jubileum, dat is natuurlijk ook extra bijzonder. Ja, ja. Als je in Lisse woont, dan daar sta ik niet zo bij stil. Ik vind het wel heel leuk dat dat zo lang bestaat, van dat Prinses Margriet het heeft geopend en daar ook bij was 75 jaar geleden. Dat vind ik leuk. Ja, we hebben de lentepas, dus we kunnen het hele seizoen. En vandaag waren we vrij, hè? Ja. Ja. En wat vindt u ervan? Tot nu toe al heel mooi. We staan gelukkig al veel in bloei. En de speeltuin is veranderd, dat is leuk, hè? Ja. Ja. Maar jullie komen hier vaker? Ja, vorig jaar hebben we ook een lentepas gedaan. Ik kom zelf uit Lisse. Ik woon nu in Sassheim. En de kinderen gaan daar ook mee grootgebracht worden. Ja. En voor dit jonge stel uit Colombia is het helemaal een mooie dag. We have a dream to come here, my girlfriend and I. So I just proposed her to be my wife here in this amazing place. I am so happy. And I am so nervous. En hoe vindt u het tot nu toe? Ja, toch, ik vind het nog wel verrassend dat er nogal veel in bloei staat. En ja, het is wel bijzonder. En voor mij is het ook niet meer zo oudbollig als vroeger. Vroeger had ze een beetje een oudbollig imago. Nee hoor, dat heeft het niet meer. Denk ik.